Als Vorming Plus kiezen wij er telkens opnieuw voor om een maatschappelijk actueel thema te belichten. En dit jaar kozen we ervoor om hectiek en het leven naar voren te brengen. En dit eigenlijk bekeken vanuit de invalshoek van het individu, de mens op zich, de organisatie en de samenleving. En daarom hebben we op dit zesde netwerkevenement ervoor gekozen om een aantal echt gerenommeerde sprekers uit te nodigen om vanuit die drie invalshoeken te spreken. Eerst en vooral Luc Swinne, die staat voor het niveau van het individu. Frank van Massenhoven, die heel goed kan spreken vanuit het perspectief van de organisatie. En Thomas de Kreus als filosoof en historicus vanuit het maatschappelijke perspectief. De visie die ik vooral rond hectiek heb, is eigenlijk een uitspraak van de Dalai Lama. Die zegt, ik zal nooit begrijpen waarom dat mensen als ze jong zijn hun gezondheid verkopen in ruil voor geld. En als ze dan wat ouder zijn, dat geld terug afgeven om hun gezondheid terug te kopen. De boodschap die ik vanavond wil brengen is dat we eigenlijk op een andere manier moeten gaan nadenken over arbeid, over werk, over hoe we werk organiseren als samenleving om een minder hectisch leven te leiden. Concreet denk ik dat we moeten nadenken over minder werken, dus vormen van arbeidsduurvermindering. En ook dat we moeten nadenken over handvaten die ons in staat stellen om te overleven met minder werk. Bijvoorbeeld een basisinkomen of dat soort van maatregelen. Heel dikwijls komt het erop aan, en ik denk dat ik niet de enige zal zijn die dat zal zeggen, dat je heel goed moet weten wat je gelukkig en ongelukkig maakt. En ervoor zorgen dat je vooral je tijd spendeert aan de dingen waar je een grotere meerwaarde voor je geluk kunt creëren. En dat je niet constant in die race moet zitten om alles te hebben gedaan, alles te hebben gezien. De bucketlists zijn echt wel een ramp om goed te leven. De avond is geslaagd als mensen echt geïnspireerd hier naar buiten gaan. Ik vind het zelf heel belangrijk als mensen tips, handvaten aangereikt krijgen om als individu in hun organisatie echt aan de slag te gaan rond dit thema.